De eerste aflevering van Diepe Gronden, een soort Nederlandse imitatie van Scandinavische misdaadseries, wist gisteren 837.000 kijkers, 14% marktaandeel, te boeien op SBS6. Geen slechte score voor die zender, maar niet genoeg om aartsrivaal Chantal Jansen te verslaan. Zij scoorde met Beat the Champions 923.000 kijkers, 16%, op RTL4. Linda heeft Chantal altijd al als een bedreiging gezien, vooral toen de vroegere vriendin van haar neefje Joni de Mol met een eigen tijdschrift op de markt kwam. Het ging pas echt mis tussen beide dames toen Chantal in 2020 de Linda Show wat een jaar kaapte. Die moest Linda na haar overstap naar SBS achterlaten bij RTL. En nu wordt Linda ook nog eens ingemaakt door Chantal. Daar komt bovenop dat de reacties van kijkers niet onverdeeld enthousiast zijn over Diepe Gronden. Er klinkt veel kritiek op de Facebookpagina van SBS6. Niets spannends aan. En dat vergelijken met een Scandinavische thriller. Ben gestopt met kijken, zegt Marlies bijvoorbeeld. Chantal en Linda moesten overigens één programma voor laten gaan om 20:30, namelijk de Frits Sissing Show Maestro. Daar keken 1,7 miljoen mensen, 29%, naar op een plein. De meest bekeken programma's om 9:30 waren Denkend aan Holland met 1,6 miljoen kijkers, 28%, op een plein. De nieuwe talkshow Lago di Bo met 961.000 kijkers, 18%, op RTL4 en De Spectacular met 563.000 kijkers, 10%, op een Po3. SBS6 wist met klein maar fijn slechts 349.000 kijkers, 6%, te boeien.